Hallo, ik ben Joris Zuidwijk, huisarts in Assen. In deze video zal ik vertellen over verstopte oren door oorsmeer. Klachten die je hierbij kunt hebben, wat je zelf kunt doen en wanneer je de huisarts kunt bellen. Oké, okay, misschien heb je een verstopt oor of je wilt er om een andere reden meer over weten. Ik zal je uitleggen wat het is en wat eraan te doen is. Tja, wat is oorsmeer? Het is een soort vette geelbruine smurrie die door de huid van je gehoorgang aangemaakt wordt. Oorsmeer smeert de gehoorgang. Klinkt logisch. Het beschermt tegen water, bacteriën en zorgt dat je trommelvlies niet uitdroogt. Je hebt het dus nodig. Er wordt constant vers oorsmeer aangemaakt. En met het bewegen van je kaakgewricht, dat net voor je gehoorgang zit, pomp je het oude er normaal gesproken vanzelf eruit. Soms gaat dat niet goed. Als je gehoorgang smal is of als het oorsmeer erg droog is, gaat dat minder goed en kan de boel verstopt raken. Ook als je het met van die wattenstaafjes er weer zelf inpropt. Dat lijkt handig, maar kan dus het tegenovergestelde effect hebben. Soms merk je dat het opeens verstopt zit als het nat geworden is, bijvoorbeeld na een douchen of zwemmen. Dan is de oorsmeerprop opgezwollen. Klachten. De meeste mensen merken dat ze minder horen. Veel oorsmeer kan een verstopt gevoel geven, druk en soms pijn. Wanneer kun je de huisarts bellen? Met dit soort klachten kun je je eigen huisarts bellen. Het kan geen kwaad en het heeft geen spoed. Wat doet de huisarts? Als je het niet eerder hebt gehad, zal de assistent of huisarts meestal eerst even in je oor kijken om te kijken of het wel echt door oorsmeer komt. Als dat zo is, probeer ik het vaak meteen uit te spuiten. Soms is het oorsmeer taai en dik en zit het erg vast. Dan geven we vaak het advies om eerst een dag of drie, twee of drie keer per dag, wat olie in het oor te druppelen. Dat kun je doen met de olie die je in de keuken hebt: olijfolie, slaolie, zonnebloemolie, net waar je van houdt. Na drie dagen druppelen is het uitspuiten een fluitje van een cent. Wat kun je zelf doen? Veel mensen hebben vaak verstopte oren. Je kunt een dus soort onderhoud doen: druppel eens per maand je oren met wat olie. De oorsmeer wordt dunner en kan dan toch makkelijker vanzelf het oor uit. Ook kun je zelf een oorspuit kopen voor een paar euro. Dan kan je zelf je oor uitspuiten. Handig! Heb je vragen over onderwerpen? Zet ze in de comments, dan kan ik kijken of ik daar een video over kan maken.